kleine tijd van kopjes op. Ja, ja, ja. Hoezo hysterisch, hè? Dat is erg. Ja, ja, dat is helemaal hot, hè? Tijdsliedjes. Hallo, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En we dachten, we gaan jullie weer eens eventjes wat leuke dingetjes laten zien die we de laatste tijd hebben gekregen om te reviewen en hebben gekocht. Ja, de hot weer wat shop tips. Ja, part 2. Zeker. En ja, ik heb wat interieurdingetjes, jij hebt wat mode. Ja, dus en ook nog een geheim tasje. Ja, hier is dit? Die staat ook nog in kleine inhoud, groot gebaar. Dacht je dat een cadeautje was? Nu denk ik dat het een cadeautje is, Elma. Wat is dit? Wat is dit? Geen cadeautje. Oh, wat heb je gekocht? Waar heb je wat gekocht? Ik heb het bij Sissy Boy gekocht. Oh ja. Gisteren. Mm-hmm. En ik zocht namelijk even wat leuke doosjes voor mijn sieraden. Oh. Want ik heb nu, zeg maar, alles ligt op mijn slaapkamer op een soort groot metalen blad. En daar gooi ik eigenlijk alles op. Mm-hmm. En verder heb ik gewoon mandjes waar echt helemaal vol zit met sieraden. Ja, die wel eigenlijk een beetje wat dacht meer... Ik wilde het even een beetje gaan opruimen. Mm. En ik vond dus deze doosjes heel erg leuk. Oh, wauw. En nu zijn ze, de tweede is 50% korting. Dus ik heb dan... En goud, hè? Weer helemaal hot. Gouden randje. Ja. En hij was 10 euro, zie ik. Ja, dat is 10 euro. Dus ja, die was dan 10 euro. En dan heb ik zo iets kleiner op. En deze die was dan 8 euro. Dus nu 4 euro. Wauw. Dus dan heb ik die en... Er was ook nog een ander vorkje. Oh, je hebt er 3 gekocht. Kijk, hier dus. Oh, een tweede half prijs. Ja. Kijk. Het moet ook een beetje dom zijn als je dan maar die koopt. Deze zijn dan zo. Dus ik dacht van, dat is dan wel leuk voor. Je wil eigenlijk een soort stapeltje gaan maken. En daar wil je dan al je sieraden. En het is wel heel handig dat je ziet wat erin zit, hè? Ja, precies. Nee hoor, ik ga ze niet allemaal. Deze ga ik er gewoon zo naast zetten. En dan is er nog zo'nzelfde, maar nog een kleinere. Wat leuk. Hartstikke leuk. Nou, zo heb je eigenlijk een beetje, maak je een statement van je sieradendoos. Ja. En als je dan een leuke dingetjes inlegt, dan heb je gewoon echt een... Precies, dan kan je ze ook zien. Oh, hè? Kijk nou. Dus ik zal het zo wel even laten zien, want ik heb ook nog wat nieuwe sieraden. Deze was 8 euro, dus tweede halve prijs. En ik heb er 4 gekocht, dus dat is nog wel een... Ja, alles bij elkaar was 23 euro. Ja. En ze hadden bijvoorbeeld ook nog een hele grote sieradenbak. Van goud met een groot vak en kleine vakjes. Maar ik dacht, ik vind het eigenlijk leuker om verschillende bakjes. Ja, maar anders heb je weer zo'n berg erin liggen. Ja. En nu kan je het een beetje sorteren. Dat je hier de oorbellen in doet en hier de armbanden. Ja. Ja, leuk. Nou, Sissy Boy is sowieso een hele leuke winkel om heen te gaan. Ja, heel veel andere leuke dingen. Ja, en verder hebben we allebei nieuwe schoenen. Ja. Want het is de prijs, hè, van de schoenstunter. Jij had een prijs gewonnen. Een half jaar lang gratis schoenen uitzoeken bij de schoenstunter. Ja. En de schoenstunter is eigenlijk een webwinkel waar je echt best wel heel goedkoop schoenen kunt kopen. Ja, ja, redelijk budget. Ja. Ja, dus dat is ook een tip. Ja. En we hebben wat uitgekozen. Ja. Ik had deze. Zo van die stoere boots met riempjes. En ik had ze eigenlijk ook al, maar dan met 3 riempjes waren ze iets lager. En die heb ik eigenlijk al de hele winter aangehad, dus die zijn eigenlijk ook een beetje af. Uh-huh. En toen dacht ik, ik vind wel echt hele fijne schoenen, dus ik wil ze eigenlijk nog wel een keer. En deze zijn iets hoger en dat is dan ook wel lekker, want soms heb je zo'n broek die dan net... Dat is echt niet leuk als je op de fiets zit en je hebt zo'n open been. Ja, precies. En dan met je benen. Sokken, zeg maar. Dus dan, deze zijn net... Wat hoger, dan zie je ook je sokken niet. Dat is ook wel handig. Dat is echt zeker een prijs. Ja, ik ben heel blij met deze. Nou, ik had deze gekozen. Ik hou wel van een hakje. En hier zit een beetje een soort slangenprintje op. Dat is ook wel een leuk accent. En grijs vind ik sowieso een kleur eigenlijk naast bruin en zwart. Wat je eigenlijk wel wil hebben als basis. Ja. Want daar kan je echt alle kanten mee op. Ja, leuk is dit. Dat Het is een beetje van dat suède, hè? Suède-achtige... Dus ik heb deze gekozen, daar ben ik ook heel blij mee. Heel leuk. En volgens mij waren die schoenen zijn iets van 30 euro, 40 euro per paar. Dus dan valt het eigenlijk heel erg mee. Nou, je had hier nog een schoen, Elma. Wat is dat? Oh ja, ik heb nog een schoen. En dat is een lak sneaker van Wooden. En Wooden, daar had ik vorig jaar ook sneakers van. En zij zitten echt super lekker. Echt, ze zijn wat zitten nou keurig dikker. In? Ja. Zit keurig in? En daardoor, ze stinken ook echt helemaal niet. Dat is echt doorkeurig. Grote voordeel. Ja, ik denk het. Wow. En maar ze zijn dus ook, ze hebben best wel dikke zool, zeg maar. Mm-hmm. Dus ze zitten echt super, super lekker. En ik heb dus ook gouden en deze. Je doet het ook wel in de winter aan natuurlijk, zo'n soort gym. Nou, ik heb in de winter ook geen zweetvoeten. Dus maar dat is ook. Maar dit is wel van de nieuwe voorjaarscollectie, hoor, deze. Oh, oké. Maar
zitten lekker. Zijn we deze wel wat duurder? Wel 130 euro. Zo. Oh, dus, okay. Maar dan heb je wel echt een goede shoes. Ja, dat is wel een hele leuke. En een nieuw dierenprintje. Oh. Natuurlijk echt heel veel luipaard de laatste tijd. Maar ja, vind ik het ook nog steeds leuk hoor. Maar ik dacht van, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Maar jij zei ook dat dit eigenlijk de opvolger is van de luipaardtrend, hè? Dat andere Ja, precies. Ik vind het slangenprintje nu, zie je nu ook wel weer veel. En vind ik ook wel weer leuk. Want ik heb nog... Oeh, heb je een aanzoek gehad, Elma? Wat vertel je me nou? Oh nee, je bent al getrouwd. Ja. Oké, okay, even kijken. Kijk, dit ga ik dan ook in mijn doosjes doen, hè? Van, oh. Oorbellen. Wauw, wat een grote. Ja. Kijk eens even. Oh ja, wel heel mooi. Ja. Zijn leuk, hè? Ja. Van Dos voor Dos. Oeh. Een horloge. Oeh, dat is mooi. Kijk, je ziet wel heel laatste tijd ook weer van die beetje minimalistische horloges, hè? Gewoon simpel met een leren bandje en goud. En je hebt er ook met helemaal goud, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik vond deze eigenlijk wel leuk. Je hebt zelfs nog het... Hij is helemaal nieuw, is die. Omgehad. Oh. Wauw. Ja, tja. Hij is wat kleiner, hè? Dan hij is weer een beetje... Ja, ik moest ook een beetje aan wennen dat hij wel weer klein is. Maar ja. Op zich vind ik het ook wel weer mooi. Mooi. En waar is hij dan van? Van Danish Design. Dennis? Danish. Oh, Danish. Oh, ja. Nou, Scandinavisch is altijd goed. Het is tussen Scandinavisch. Ja, oh, Scandinavisch design. Oh, dat heb je mooi. Hoor. Dat heb ik je hoor. Ja, ja, nee, dat vind ik mooi. Scandinavisch design. Leuk. Deze ook Scandinavisch. Oh, echt? Boedens, ook Scandinavisch design. Leuk. Nou, kijk, dat is meteen een pluspuntje. Ja. Hé, hey, en we hebben allemaal shampoos meegekregen. We zijn vorige week bij de proef geweest in Groningen. Ik weet niet of jullie dat vlog al gezien hebben, maar echt even kijken, want... We zijn echt compleet veranderd qua haarkleur. We zijn helemaal opgefrist. We zijn opgefrist, ja. Het is nu helemaal weer, bij mij is het helemaal weer fris en goud en verzorgd. Ik moest ook echt een boost krijgen, want het was helemaal een beetje beschadigd. Zie je al dat mijn haar meer volume heeft op de top? Ja. Ik heb wel weer een muts opgehaald. Ja, nee, dat zie je wel. Ja. Ook omdat het lichter is, dan lijkt het ook alsof er meer volume is, vind ik. Als het zo heel dicht is. Ja, dat klopt. Ja, maar ik had dit product gekregen voor de volume. Dry Volume Blast. Oh, is het nou wel schuim? Oh, dit is geen schuim. Oh, het is een spray. Dus dan kun je een beetje zo hier zo eronder doen. En dat is Living Proof is het van. Mm-hmm. En dat kun je, ze hebben een webshop, die Kapper de Proof. Ja. En daar kun je dus die producten online bestellen. Ja, ik ga wel even linken. Ja. Want ja, vooral ik ben echt heel erg fan van die shampoos. Mm-hmm. Dan heb ik nu een shampoo en conditioner. En nou, ik heb ze nu weer deze week gebruikt. En dan hoef je echt minder vaak je haar te wassen. Dat vind ik echt, ja, met zulk lang haar, dat is gewoon geen... Heel veel werk. Ik vind dit al heel veel werk, dan hoor. Dan ben je echt, Ja, maar goed, hier zitten soort moleculen in. Die zorgen ervoor dat je haar heel schoon wordt. En dat je dus... Ja, dat je dus minder vaak hoeft te wassen ook. Ik hou heel erg van crèmes in je haar die je niet hoeft uit te spoelen. Want mijn haar, ook als je blond hebt, is het vaak poreus. En dan moet het een beetje wat gevoed worden. En ik heb dus deze. En er staat bij Night Overnight Perfector. Maar ik heb het gewoon gewoon overdag. Als ik het gewassen heb, dan doe ik er weer opnieuw crème in. En maar dan wordt het niet vet? Nee, dat wordt niet vet. Nee, ik doe er echt heel veel in. Het wordt gewoon... Ja, het wordt... Het is wel alleen. Het gaat aardig hard vandaan. Nee, maar dit is ook van hetzelfde, van diezelfde serie, een leave-in. En dat is helemaal als je blond haar hebt en het is wat droger, dan is dat gewoon heel lekker glanzend. En, dus ik ben ook heel blij met deze shampoo. Kijk eens even. Tip voor een lenteschoen. Oh, rood. Ja. Je weet, ik hou ervan. Ja, wat een dikke veter ook. Ja, dat zag je vorig jaar ook al heel veel. Hè? Van dit soort veters. Ook wel soms van... Van dat gladde, van zo'n glad stofje van Puma, waar had je zo'n schoen die hier heel veel blijft. Een rode. En, precies. Waar is die van? Oh, van de Fabs. Fabulous Fabs. Oh, dat is niet zo'n, dat is toch wel betaalbaar, of niet? Ja, is wel Fabulous Fabs. Is wel betaalbaar. Dus volgens mij 30 of 40 euro of zo. Dat bedoel ik. Een leuke Kijk, dat vind ik echt een goede prijs voor een gimp. Voor de sneaker. Ja, dat vind ik leuk om dan even erbij, want dan kan je wat meerdere. Ja, maar zeker met een kleurtje of zo, hè, dan heb je gewoon wat verschillende. Kan er overal bij. Dan heb ik nog in de sale bij Palazzo. Ja, dat is een beetje lastig te zien natuurlijk, maar het is een jurkje. Oh, kijk. Nou. En hier heb ik ook al een foto mee gemaakt. Dus laten we even de foto zien. Ja. Palazzo is hier in Groningen winkel in de Zwijnenstraat. En daar verkopen ze wel hele leuke merken. Mm-hmm. En die hadden nu echt
nou, vorige week of zo heel veel sale. Mm-hmm. Dus alles was, nou, alle jurkjes waren €15. Oh, dus ja, dat was heel goedkoop. Dus toen, nou ja. Maar is het palazzo alleen maar in Groningen? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus alleen maar voor de Groningse tips voor dames. De Groningse dames. Ga naar het palazzo. En ja, dit jurkje is van Jackie Luxury. Ah. Dus dat is normaal best wel een wat duurder merk. En mm-hmm. nu had ik hem voor 15 in de Zwanenstraat, super snel. En ik dacht van ja, het is eigenlijk wel gewoon tijdloos, hè, met zwart-wit ja. en het... Een ruitje. En nog een top. Dit is wel weer echt meer voor de lente natuurlijk. Mm-hmm. Het is wel echt dun, maar wel leuke mouwen. Dus het is een roezeltje op en het is een beetje een uitlopende mouw. Want je ziet heel veel dus roezeltjes momenteel op de armen. Hè? Ja. En een soort waaiers. En dat is helemaal de trend. Ja, roezeltjes zijn nog steeds. En dit is ook een beetje zo'n hoge hals. Ook wel leuk. Ja. Nou, en deze van Elise Store. En ook nog dit tasje van Elise Store. Ik hou natuurlijk heel erg van die kettingen. Is dat nog steeds hot? Want dat zie ik nog wel eens. Maar ja hoor, van, dat is helemaal hot. Ja, een ketting aan een tasje. Ja, dit is een beetje Kim Holland stijl. Nou ja, ik vind dit een beetje zo dan er ook nog bij. Vind ik wel veel. Dit is een beetje too much. En. Ja, maar ik hou heel erg van basic. Ja, weet het? Kan ik nagaan. Gewoon een soort zak van leer. Ja, dat vind ik leuk. Zak. Gewoon lekker. Ja. Maar ja, dit, nou ja, dit is voor mij heel basic. Ja. Nee, dit, nou ja, ik vind dit wel. Maar het is ook net wat je ermee aan doet. Als je gewoon hele basic kleren aan hebt. Oh, ik doe natuurlijk iets hysterisch bij aan. Ja, jij wel weer. Kijk, ik zou dan weer dat, zeg maar, downdressen. Maar jij gaat gewoon alles up. Alles uit de kast. Ja. Nou, goed. Ja. Nee, nou, leuk. Met tijgerkoppen. Wist je dat wel? Oh ja. Of dacht je dat het een hoefijzer was? Kijk, er zitten tijgerkopjes op. Ja. Ja, ik kocht dit spiegeltje bij de Quantum vorige week. En hij was maar €5. Ah. Kopje. En ik vind het dan wel leuk om dan, zeg maar, deze had ik al bij de HEMA gekocht, een paar weken geleden. En om dan, zeg maar, een soort, nou, even wat leuk accentje op de muur en spiegels, geeft ook altijd wel een beetje een beetje diepte. Wat ik heb gemaakt, zeg ik, want ik heb hem niet in zo'n totaliteit heb ik hem niet gekocht. Dit is een lampje van de kringloopwinkel, deze. Dus die heb ik gewoon een oud lampje. Er zat een kapje zat daarbij. En ik heb hem op de kop gehangen. En ik heb er een bolletje in gedaan. Kijk. En dan s'avonds. Oh, wat leuk. Gezellig, hè? Ja. Ja. Dus het is echt heel gewoon. Leuk. Deze was echt iets van €2,50. Nou, en dit komt dan van de IKEA. Dit is een beetje een zacht licht. Het moet dan een beetje zacht licht zijn. En dan ben je voor minder dan €10 heb ik een mooi lampje bij de bar. Ik ben echt gek op bananen. Ja. En ik vind ze ook gewoon heel vrolijk. En roze en geel is ook echt wel een van mijn favoriete kleurencombinaties. Dus ik kocht deze lijst. Kijk. Ja. En, heel erg leuk. €6 en je kan hem ook gewoon verwisselen. Dus eigenlijk heb je gewoon een wissellijst gekocht. En daar zit dan toevallig die bananenprint in. Maar die kan ook wel weer uit. En deze kocht ik ook. Dit is een klok van gips. Bij de Quantum, en die was grappig. €4. Dus dat vond ik ook wel een leuk gadget om mee te nemen. Nou, hij doet het ook gewoon goed. Dus en dan zet ik het zo bij elkaar op mijn plankje. En dan heb ik hier voor minder dan €10 een leuk hoekje gemaakt. Nou, we zijn op Rosa kamer. En je denkt misschien van, nou, ze heeft behangen. Maar dat is niet zo. Het ging namelijk heel makkelijk. Het zijn stickers. Ja, wat leuk. Het zijn speciale behangstickers. Dus het zijn wel wat dikkere kwaliteit. En gewoon alsof het papier. Het is echt dik papier. Mm-hmm. En ik heb dat besteld bij een webshop. En we zullen de link wel even laten zien. En nog meer stickers voor de Urban Jungle. De Urban Jungle look. Nou, hier is het dus ook weer diezelfde stickers van die webwinkel heb ik gebruikt. En het is nu net alsof ik dit muurtje heb behangen. Maar niets is minder waar. Het zijn gewoon stickers. Nou, zo kan je heel makkelijk even een leuk accent in een ruimte aanzetten. En ze kunnen er dus ook makkelijk weer af. Ja, ze kunnen ook gewoon een beetje verplaatst worden. Kijk, ze zitten er vrij los op. Ja. En het is ook op structuur. Dit is een structuurmuur. Ja, en ze hangen nog allemaal. Ze hangen nog allemaal, ja. Dus, dus dat is echt een hele makkelijke manier om je kamer even snel een make-over te geven. Ja. Ja. Ja, nu zijn we op het kleinste kamertje. In huis, de wc. Ik heb de wc onlangs Denim Drift geverfd. Dat is de kleur van het jaar 2017. En deze lamp was even mijn tip. Die heb ik gekocht. Hij hangt nog een beetje te laag. Dus hij moet nog even wat hoger, maar dat krijg ik maar niet voor elkaar. Maar deze lamp is van de Karwei en die was daar in aanbieding voor €11. Oh, leuk. En de bol die was €4, dat is ook glas.
Dus ik was voor 15 euro klaar met deze lamp. Dus, en je ziet dat, nou, zo'n lamp, als je dat dan goud met blauw, dat maakt er echt een beetje sfeer. Ja, heel leuk. Dus dat leuk. Vond ik wel een hele mooie combinatie. Nou, dat was het dan. Ik hoop dat jullie onze nieuwe Hot Shops tips leuk vonden. Ja. En we gaan weer de komende maanden weer dingen verzamelen en de tips onthouden om weer aan jullie te kunnen geven. Ja, laat even weten in de comments of je iets leuks hebt gezien wat je misschien ook wel wil gaan shoppen. Ja. En doe een duimpje omhoog als je een leuke video vond. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.